Hey jongens, ik ben weer Dennis, a.k.a. Danske. En vandaag hebben jullie weer een nieuwe GTA 5 video. En in deze video ga ik, net zoals de vorige video, ga ik jullie iets laten zien en waar je het kan vinden. En in dit geval is dit dus een Molotov cocktail. Dat is een wapen, dat is eigenlijk natuurlijk zoals granaten en C4 en zo. Molotov cocktail. Dat is eigenlijk een fles met daarin brandbaar materiaal. En als je die neergooit, dan vliegt hij in de fik. En die kun je normaal gezien niet in die gun store kopen. Dus zou je denken, ja, hoe kom je dan aan? Nou ja, bepaalde wapens zijn gewoon in de game verstopt, zeg maar. En als je die vindt, dan kun je ze dus gewoon gebruiken. Dat is ook bij bepaalde handwapens, zoals volgens mij als een knuppel en een stuk ijzer en zo. Weet ik veel hoe het allemaal heet. Maar in ieder geval, dat soort dingen kun je allemaal in de game vinden. Ik heb hier in deze video in ieder geval de Molotov cocktail. En die ligt onder een brug verstopt, als het ware. Dus ik laat jullie even zien waar je die precies kan vinden. Ik rijd er nou naartoe. Laat ik zo meteen op de kaart zien waar dat precies is. En je loopt er doorheen en je hebt hem gewoon. En heel simpel eigenlijk. Het is gewoon, het is ook een vrij korte video, maar ik wil jullie gewoon alles wat GTA 5 te bieden heeft laten zien. Alle secrets en hier, dikke faal. Ik reed die auto. Ja jongens, ik zat gewoon helemaal niet op te letten. Ik zat allemaal links te kijken op de kaart van, waar is dat nou? Want ik dacht eigenlijk dat het hier was, maar dat was dus echt precies waar ik op de kaart dus aangaf waar het was. Of ja, niet precies, maar in ieder geval vrij dichtbij. Kijk maar op de kaart. Ik zat er niet ver vanaf. Kijk maar. Ik laat zo meteen nog even het overzicht zien hoe dat precies op de kaart eruit ziet. Zoals je nou kan zien. Dat is dus hier zo. En ik zal even helemaal teruggaan naar het begin van, of ja, in ieder geval waar de stad is. Dus daar weet je ongeveer hoe je moet rijden. En dat kan bijna niet mis. En het is dus bij dat vage straatje waar je kan zien. Dan is het hieronder. En dan zie je het als het goed is liggen. En als je ammo hebt, kun je dus ook niet in die gunstore kopen. Dan zul je als het goed is constant weer terug moeten gaan naar deze plaats. En ik vind het een beetje raar. Ik bedoel, als je hier eenmaal gevonden had, dan zou ik het wel logisch vinden als ze dan bij de gunstore ook kon kopen. Maar dat kan dus niet. En dit is in ieder geval wat het is. Het staat dus bij deze, ik weet niet hoe het we noemen, specials of zo. Het heeft hier niet echt allemaal een naam. Hè. Het is gewoon, je moet gewoon kijken wat voor categorie ongeveer is. Bijvoorbeeld pistols, submachine gun, assault rifle. Maar het heeft volgens mij niet zijn eigen categorie. Of in ieder geval niet, het staat er niet bij. In ieder geval, zometeen laat ik even zien hoe dat dan, hoe dat ding werkt, zeg maar, als je het neergooit, wat er gebeurt. Maar ik zat hier even beneden, want ik was straks in de politieauto aangereden. Dus ik denk, wacht even tot die agenten weg zijn gegaan, dan kan ik naar boven. En dit was best een faal trouwens. Moet je maar eens kijken. Hier zie je dan die rand. Ik dacht, als ik een beetje hard rijd, dan komt mijn auto schuin te staan, dan kan ik wel op die rand rijden. Maar het werkt gewoon niet, omdat het naar beneden loopt, dat wist ik wel. Maar ik denk, als ik gewoon een beetje vaart heb, dan moet het wel lukken. Maar ik denk, ja, fuck it, ik ga wel gewoon naar links. Dat is net zo makkelijk. En dan stap ik eens goed hieruit. Mag gelijk even drinken, jongens. Moet toch gebeuren. En hoeveel heb je er eigenlijk? Ik heb niet gekeken hoe het precies had. Stukken 4 volgens mij. In ieder geval, dit is dus hoe het werkt. Het is natuurlijk wel grappig als je niks te doen hebt. Een beetje mensen aanstoken. Maar dit was de video. Als je het leuk vond, laat een like achter. En als jullie meer van dit soort dingen willen zien, dan raad ik je echt aan om te liken. Want aan de likes kan ik dus zien dat jullie dit graag willen zien. In ieder geval, ik zie jullie de volgende keer weer. En waarschijnlijk tot morgen, want vandaag krijg ik er niks meer geüpload. Dus tot morgen en houden we.